Heden, de 1 juni van het jaar 2010, heeft de heer A.C. Hofland bij koninklijk besluit van 19 maart 2010 benoemd tot burgemeester van de gemeente Rijsselhold in handen van mij, commissaris van de koningin in de provincie Overijssel, in gevolg artikel 65 van de gemeentewet de volgende eed afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, onmiddellijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, onmiddellijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dan vraag ik nu de burgemeester om de eed af te leggen. Zo waar had mijn God allemaal. Dank u wel. We leggen dat vast in een proces verbaal. Het officiële neem ik mee naar school. U neemt mij niet bepaald in dat geval vast getekend heb, want ik dacht, ik weet bijna zeker dat hij het zal afleggen. Dus over hem overhandig ik nu graag het proces verbaal. En feliciteer ik hem met de start van het burgemeesterschap in de gemeente Rijsselhold. Ook een exemplaar voor de administratie van de gemeente aan het gebied. Commissaris, hartelijk dank voor uw inbreng. Dames en heren, aan de orde is agenda punt 5. De toespraak naam.